Dames, heren, jeugdigen, welkom. Schoon bendigen, hè? Het is niet omdat ik de organisator ben van de juniors en de kinderen van Oost-Vlaanderen en KCN dat ik daarom het KFO achteruit ga steken. Daar ga ik niet mee beginnen en daar ga ik ook niet mee eindigen. Ik ga natuurlijk wel eerst het woord geven aan mijn eigen junior prinses Samantha. Bedankt voor de uitnodiging, Woef. En ja, we hebben twee prachtige shows gezien. Ik hoop dat jullie allebei morgen, vandaag met de titel naar huis mogen gaan. En morgen is mijn laatste dagje, jammer genoeg. Dus ik nodig jullie allemaal uit op mijn aftreden. En ook op de verkiezing van deze toppers en nog kandidaten. En ik sluit af met 3 maal alaaf, alaaf, alaaf. Goedenavond, Woef, proficiat met de bal. We hebben twee mooie shows. Ik hoop dat Charlie en Lulu de titel van Oostak mogen binnenhalen. Mooi is mijn laatste keer dat ik hier sta. We hebben nog twee kandidaten, Alison en Mathies. En ik ga nu het woord aan hun geven. Ik zet af met 3-voudig. Alaaf, alaaf, alaaf. Goedenavond iedereen. Woef, bedankt voor de uitnodiging. Mag ik me even voorstellen? Ik ben Alison van de Weijer en stel me voor als kandidaat juniorprinses van Oost-Vlaanderen. Mijn verkiezing gaat morgen door in deze zaal. Ik wens mijn medekandidaten allemaal veel succes toe en ik hoop jullie te mogen verwelkomen en sluit af met de 3-woudig alaaf, alaaf, alaaf. Ja, sorry, ik moet herhalen. Maar ja, kijk, dus ik ben Mathies, ik ben kandidaat als juniorprins van Oost-Vlaanderen. Deze verkiezing gaat ook morgen hier door. Om 1 uur gaat de deuren open, om 2 uur zou het normaal gezien beginnen. Normaal, hè. En ik hoop jullie allemaal te mogen verwelkomen. Ja, ik ging zeggen bedankt voor de uitnodiging, moest hier toch zijn. Maar ja, dat is bijzaak, hè. Maar ik hoop jullie dus allemaal voltallig mogen hopen te verwelkomen. En ik sluit af met een 3-woudig alaaf, alaaf, alaaf. Goedenavond allemaal. Ik ben van Puivelden Ansien en partner Abers Ivan. Wij zijn samen prinsenpaar Anders Valide voor Oost-Vlaanderen. En ik hoop dat de kandidaten van de avond er alle twee door zijn, maar ik denk dat wel. Het waren twee supershows en ik sluit af met 3 maal alaaf, alaaf, alaaf. Goedenavond iedereen. Woef, bedankt voor je uitnodiging. En het is hier een prachtige show. Echt. Voor een noemsebied. Nou, ik heb mijn stam. Sean en Shani. Shani, Shani, Shani. Ja. Ja. 24 januari is mijn aftreden. En ja. Ik nooit voor iedereen dat we dat er iedereen geweest zijn en ja, dat is moeilijk. Hè. Ik ga blij. Ja, ja, nee. Ik kan niet doen. Woef, ik sluit af met 3-voudig. Voilà. Goedenavond iedereen. Woef, bedankt voor de uitnodiging. Facebook. We hebben twee hele mooie shows gezien. En ja, we hopen alle twee dat de kandidaten de titel mee naar huis krijgen. En ja, goedenavond iedereen. Ik ben Indiana. Ik ben lid van CW de Lutgenup en word voorgesteld voor Prinses Oost-Vlaanderen NKCN 2020. Goedenavond iedereen, ik ben Isabel, dus ik stel mij ook kandidaat als prinses van Oost-Vlaanderen 2020. Onze verkiezing gaat door op 24 januari in de Beverhemse Vijvers te Zottegem. Wij hopen allemaal op jullie steun en wij wensen ook veel succes aan de kandidaat. En wij sluiten af met een 3-voudig alaaf, alaaf, alaaf. Dag, nu het woord geven aan onze provinciale prins.
Goedenavond iedereen. Woef, bedankt voor de uitnodiging. Lorenzo en Shawnee, ik denk dat iedereen mij gelijk zal geven dat we mogen trots op zijn op jullie al twee, met jullie twee fantastische shows. Ik ben Provinciale Prins van Vlaanderen 2020. Ik ben hier samen met mijn hoofdmaarschalk Sven. In naam van KFO wil ik iedereen proficiat wensen en vooral de organisatie. Ik hoop dat iedereen zijn titel mag binnenhalen en geniet van zijn regerend jaar. En ik sluit af met drievoudig Alaaf, Alaaf, Alaaf. Ik heb ook onze provinciale kinderprins mee. Onze provinciale juniorprinses. Ik ga ook even het woord laten aan hem. Quentin. Woef, bedankt voor de uitnodiging. Ik heb hier twee geweldige shows gezien. En ik hoop dat jullie alle twee met de titel naar huis mogen. Ik heb mijn hofmaarschalk Jochem bij. En mijn carnavalsmama Marina. En mijn overwinningsbal gaat door op 2 mei. In Zuid-Roland, in Sinai. 2 mei om 7 uur. En ik sluit af met drie woorden. Alaaf, alaaf, alaaf. Goedenavond iedereen. Dank voor de uitnodiging. Ik wens de kandidaten nog veel succes. Ah ja, we gaan er nog een feestje aan maken en ik zet af met drievoudig Alaaf, Alaaf, Alaaf. Quentin, je bent een kolkboze gegeven. Ja. Jawel, op 2... Dank u, Rita. Op 2 mei zal ik er zijn. Hé? Hey. Ja, hé. Hey. Is Noah. Ja, ik weet niet of dat weet, maar ik heb vroeger nog in mijn jonge jaren bij de Snoaarse Bokken gezeten. Dat zal jij niet weten, hè. Het zijn die Kloosmaster en ook de Zwarte Pieten. En de Snoaarse Bokken, ja, ja. Ja, wel, maar ik kon er zeker zijn, kameroot. Mag ik een afmars voor deze geweldige mensen allemaal? Wie laat de hond uit? Woe, 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 woe. Wie laat de hond uit? Woe, 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 woe. Wie laat de hond uit? Woe, 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 woe. Wie laat de hond uit? Woe, woe, woe. Het feestje was leuk, het feestje was hoppa. Ja, joh. En iedereen was weer als een bal. Plots begon er iemand te roepen. En deze vraag die klonk door de hal. Ik wil nu eens weten. Wie laat de hond uit? 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 Ik heb gezin, maar ik moet toch elke avond weer eens op zul.